Het is vandaag zondag 21 augustus 2016. Mijn naam is Chris. Dit is het Game Bros. Zo, een keertje op zondag Game News. Ja, afgelopen vrijdag had ik het super druk met video's maken. Ik moest namelijk zaterdag naar Bethesda toe in Eindhoven. En daar hadden we een mini-eventje met drie winnaars. De Doom Giveaway, dat je daar lekker kon gamen. In ieder geval op het hoofdkantoor van Bethesda. Super tof, super gezellig was dat. Er komt ook nog een vlog van online. Die zien jullie wel een deze dagen verschijnen. Deze week is het trouwens helemaal druk. Aanstaande woensdag ga ik naar België toe. Omdat donderdag daar de Belgium Tube Days is. Ja, heb je daar nog geen kaartje voor? Zou ik die zeker even kopen? Ik zal eventjes een linkje in de beschrijving zetten in ieder geval daarvan. En aanstaande vrijdag heb ik een afspraak bij Age of Media. Dat is natuurlijk mijn netwerk samen met Alex. En want die zit daar sinds kort bij. Dus ja, best wel veel dingen gebeurd, zeg maar. Vandaar een keertje op zondag dus. Maandag geen game nieuws. Die doe ik dinsdag, aangezien ik dus woensdag wegga. Doe ik die lekker op dinsdag online. Dus deze week misschien een beetje anders dan anders. En waarschijnlijk dan zaterdag ook een game nieuws. Dan weet je dat in ieder geval voor de komende dagen. We gaan hier wel over naar het eerste onderwerp. Ja, we beginnen met Gamescom. Want ja, op Gamescom heb je de awards die daar elk jaar gegeven wordt. En ja, in ieder geval de Legend of Zelda, de nieuwe. Ik moet even spieken. Breath of the Wild. Die is uitgeroepen tot beste verwachting, beste game. In ieder geval van Gamescom. In ieder geval game. Ja, tenminste Game of Gamescom. Zo heet dat in ieder geval ongeveer. Maar in ieder geval, super tof, een keertje een Zelda game. Zelda komt natuurlijk volgend jaar uit op de nieuwe console natuurlijk. En volgens mij komt hij ook op de Wii U uit nog. Dat weet ik trouwens niet 100% zeker, maar ik dacht dat ik zoiets zag staan. Zelda, ik vind Zelda toffe games, echt super toffe games. Ik weet alleen niet of de nieuwe Zelda toch wel echt helemaal mee gaat trekken met de next-gen console, zeg maar. Hey, de nieuwe Nintendo NX, het schijnt ook dat die console iets zwakker is. Nou, hij is zeg maar qua sterkte, zal ik het zo noemen, qua sterkte tussen de PlayStation 3 en PlayStation 4. Dus ja, het is gewoon eigenlijk een mindere console die uitkomt nu, nog volgend jaar. Dus, hè? En eerlijk, daarnaast natuurlijk, eerlijk is eerlijk, Nintendo is natuurlijk niet van het grafische gebeuren. Het is meer een familieconsole natuurlijk. Hè. Je kan lekker alle leeftijden kunnen erop spelen. Dus dat is natuurlijk weer de andere kant van het verhaal. En hoe dan ook is Zelda altijd leuk. Ik heb vroeger ook heel veel Zelda gespeeld. Zelda Link to the Past, Zelda op mijn Game Boy. Vroeger mijn oude Game Boy. Ik heb Wind Waker gespeeld en zo. Allemaal super toffe games. We gaan het gewoon zien. Trouwens, er waren meerdere awards. Ik zal dat even in de beschrijving zetten. Wat een paar dingen die daar weggegeven waren. Ja, en wat over Dishonored 2. Natuurlijk van de maker, ja, Bethesda natuurlijk. Tenminste, Bethesda is de uitgever natuurlijk. Er is een trailer van online. Een hele leuke trailer waarin je gameplay beelden ziet. Uiteraard staat natuurlijk een linkje in de beschrijving daarnaar toe. Wat me heel erg opviel, eigenlijk wel. En ik weet niet of jullie dat ook weten toevallig. Maar ik heb vroeger The Darkness gespeeld. Darkness 1, 2 is weer een hele eigenlijk andere game. Maar in ieder geval The Darkness 1. En dan heb je zo'n monster in met van die klauwen en zo. En die zag ik daar gewoon ook in. En natuurlijk is het grafisch helemaal anders. Ik zag dat er handen, gewoon ledematen van de romp werd afgetrokken en zo. Ziet er allemaal super vet uit, beelden ook. Maar het viel me in ieder geval op dat het, ja, ik had een beetje Darkness gevoel bij. Maar ik ben in ieder geval super nieuwsgierig hoe de game is eigenlijk. Ik zal er waarschijnlijk ook nog wel wat meer over horen. Overigens komt Dishonored 2 op 11 november uit. En we gaan het gewoon zien. Check in ieder geval de trailer. Ja, en dan is het op in Korea, bij de plaatselijke marktplaats, zal ik het zo maar noemen, een plaatje opgedoken van, jawel, Assassin's Creed Ezio Collection. En of het nou echt een bundel is, dat weet ik dan niet, hè? Want ze zijn wel eens eerder gebundeld.
Nou, of we dan een bundel hebben gemaakt van alle vier de Ezio games, zal ik het zomaar noemen. Assassin's Creed 1, 2 en dan de 2.1, 2.2 versie, zal ik het zomaar noemen. Ik kom even niet op die naam, moet ik eerlijk toegeven. Brotherhood en dat soort, ja, dat was het Brotherhood. Ja, dat weet ik niet. Maar het lijkt me wel heel erg tof trouwens, als zo'n bundel uitkomt. Of misschien wel een remaster, dat zou ook heel erg tof zijn. Want ik vind dat persoonlijk wel de beste Assassin's Creed die er zijn. De latere versies, het is op zich wel leuk, maar Unity, Assassin's Creed 4, Black Flag 3 vond ik ook niet zo heel erg goed. Dus ja, het zou in ieder geval tof zijn als daar een remaster of een rebuild of een bundel van uitkomt in ieder geval. En dan wat nieuws over Deus Ex Mankind natuurlijk. Die komt de 23e uit, over een paar dagen al. En super tof dat die uitkomt. Ik vond deel 1 ook echt een super vette game. Hè. Natuurlijk, ja, het gaat in ieder geval, het speelt zich af in de toekomst in ieder geval. Je bent een man, een beetje omgebouwd, een beetje half robotachtig. Tenminste, je bent niet een robot, maar er zit er gewoon, je bent een beetje omgebouwd, zeg maar. Zal ik het zo zeggen. In ieder geval, 23e komt die uit. En er is in ieder geval een launch trailer nu online. En daar zie je echt een paar seconden gameplay in. Het ziet er in ieder geval super vet uit. En uiteraard staat er ook natuurlijk een linkje van in de beschrijving. En we gaan het gewoon zien. Van de week dus, Deus Ex Mankind. Weer wat nieuws over Destiny. Destiny en natuurlijk Rise of Iron. Hij komt binnenkort uit over een anderhalve maand ongeveer, zou ik het zo zeggen. En nou, in ieder geval, er is naar buiten gekomen in ieder geval dat voor PlayStation 4 nog steeds in ieder geval de extra content, zeg maar, exclusief is. En ja, helaas, Xbox moet ook daarvoor een jaar wachten. Dat was eigenlijk, zeg maar, dat contract liep af tot medio, in ieder geval eind 2016. Dus in principe had dan Microsoft, tenminste Microsoft, de deals eens kunnen uitbrengen. Maar ze hebben het nog een jaartje verlengd. En dat betekent dus ook dat Destiny, Rise of Iron, pas een jaar later naar de Xbox One komt. Ik vind het toch persoonlijk heel erg zonde dat er heel veel content exclusief voor een console is. Hey, je hebt het met dingen voor de Xbox. Je hebt het met dingen dus voor de PlayStation. En ja, nee, ik vind het geen goede zaak eigenlijk. Ja, kijk, persoonlijk, ik heb de PlayStation 4 en de Xbox One. Dus voor mij maakt het helemaal niet uit. Maar ik begrijp best wel dat het voor gewoon gamers zelf toch best wel frustrerend is als je een bepaalde game leuk vindt. En je moet eigenlijk dan, hè, want daar komt het eigenlijk een beetje op neer, een andere console aanschaffen om een bepaalde DLC te kunnen spelen van een game wat jij leuk vindt. En dat is, ja, eigenlijk een beetje gekkenhuis. Maar ja, it's all about the money, zullen we maar zeggen. Ja, toch? Oké, nou, dit was hier wel weer game nieuws van vandaag, jongens. Vergeet niet eventjes een like te geven op deze video. En natuurlijk, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye. Later.